Vandaag houden wij onze vierde presentatiedag van Cluster. Cluster is een collectief van componisten en muzikanten die bezig zijn met nieuwe muziek. Het project dat we hier vandaag voorstellen is Basta Duo. Ik speel dan zelf contrabas, maar ik gebruik ook de loopstation om eigenlijk die twee instrumenten op te bouwen en zo laag voor laag een orkestrale sound te creëren. My name is Osama Abdelrasoul. I play the kanun. It's a sort of lap harp. My next coming project, I will have Ziryab Spirit, which is a mix between Arabic and flamenco music. Mijn bedoeling is vooral te maken en te tonen dat je vanuit misschien een iets klassiekere hoek dan toch kunt proberen een publiek te gaan bereiken dat dus eens wel gaat kijken wat er gebeurt om de hoek. Projecten waar ik op dit moment actief mee ben zijn Doe. We hebben vorig jaar een album uitgebracht, Ellis Island, op basis van de Ellis Island portretten van Augustus Sherman. Ik ben Maarten en ik ben gitarist. Ik schreef ook zelf. Ik zie mezelf als een folkmuzikant die een beetje met een open blik naar de wereld kijkt, naar andere genres, andere muzikanten, samenwerking opzet. En ik ben eigenlijk die muziek een beetje aan het binnenste buiten draaien, een beetje aan het uittesten hoe ik daar eigenlijk een beetje dieper in kan gaan. Ola Vogela is een beetje een orkest waar ik nu ondertussen al bijna 20 jaar mee samenwerk. Dat zijn vrienden en dat is gewoon altijd heel tof. Het is wel iets speciaals omdat we zoiets nog nooit gedaan hebben. Het is eigenlijk ontmoeting, ik zeg het graag zo, met drie fantastische flamenco-muzikanten. Cluster is opgericht omdat we voelen dat alle muzikanten en componisten die met dit soort muziek bezig zijn, allemaal dezelfde nood hebben en dezelfde soort van ondersteuning zoeken. En daarom hebben we gewoon een samenwerking opgezet tussen al die mensen en proberen we een aantal acties per jaar te doen om deze muziek meer kansen te geven binnen het huidige muzieklandschap.